Dames en heren, Café Weltsmerts heeft u nodig, want Café Weltsmerts kan niet van de lucht leven. Wilt u alstublieft naar de website gaan en doneren, zodat wij door kunnen gaan met deze belangrijke programma's. Dank u wel. Dames en heren, goedavond. Dit is café Welchmerts. Mijn naam is Esther van Venema en ik ben heel blij met mijn gast. Dat is Roel van Duin. Hallo. Welkom. Um, je bent voor de tweede keer mijn gast, maar deze keer omdat je een uh, buitengewoon bijzonder boek hebt geschreven. Nou, dankjewel. Ja. ja een ik... zoon voor de vurer heet het. Ja. Ja. Kijk, het is uh, zo begonnen. Ik wilde een boek schrijven om uh, te verdiepen. In iemand die in de jaren dertig uh, extreem rechts was geworden. Omdat ik een, een parallel zie tussen wat er nu gebeurt, de opkomst van die populistische rechtse bewegingen in Europa, en wat er toen gebeurde in de jaren dertig. Mm -hmm. En ik denk, ja, als je die mensen goed begrijpt wat hen bezielde, dan begrijp je ook beter wat hen nu uh, bezielt. Is dat gelukt? Ja, 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 ja. Ik heb uh, van alles ontdekt aan deze vrouw. Een, uh, een heel bijzondere vrouw, maar ze heeft toch ook wel uh, een heleboel eigenschappen die uh, algemeen zijn, gelukkig. Julia op de Noord, ze was een, uh, een adellijke vrouw. En ze was eerst uh, bezeten door idealisme, lid geworden van de, de Oxford-groep. Dat was een christelijke beweging, die wilde alle kerken in de wereld. ...tot Elkaar brengen, ook Joden en moslims, iedereen, om uh, hen te bewegen om uh, direct naar de stem van God te luisteren. Elke dag een, uh, een uurtje stilte en dan zou de stem van God tot de mens spreken en dan kon God op aarde gaan regeren. Okay. En zij was missionaris voor die groep en die groep stond onder leiding van Frank Boegman. Een, een, een charismatisch iemand die een hele grote groep volgelingen over de wereld had. En zij was een jongen en ze reisde met die man naar allerlei belangrijke mensen. die aan de top stonden in, uh, in Amerika, Canada, Engeland, Zwitserland. om ze te bekeren. Mm -hmm. Zo begon het. Dus heel spiritueel eigenlijk yeah. begonnen. Ja. Yeah. Julia, op ten noord, is een, een Nederlandse adellijke vrouw. En um, in je boek beschrijf je eigenlijk. Hoe zij steeds meer aangetrokken wordt door het uh, Nazi gedachtegoed ja. en zich daar ook echt voor in gaat zetten. Want hoe, hoe is dat verder verlopen met haar na die Oxford-groep? Ja, Z zij is op een dag uh, uitgezonden naar een bijeenkomst uh, van Nazi's in, in Breslau, in 1934 was. En dat stond onder leiding van, uh, van Himmler. En, en nou ja, dat barstte daar van de, van de SS'ers. En zij moest dus die mensen bekeren. Maar ze was zo onder de indruk van die mensen. En ze was ook zo gecharmeerd van hun elegante gedrag. En in een en al hoffelijkheid waren ze voor haar. Ze hadden prachtige uh, zwarte uniformen aan. Die door Hugo Bos ontworpen waren. En ze werd verliefd op één. En ze kwam zeer onder de indruk van Himmler. De Reichsführer SS. Die, uh, ja, die legde haar uit, kijk, wat jullie willen met dat christendom, dat verwezenlijken wij nu al hier op aarde, in Duitsland. En dat willen we ook graag in heel Europa doen. En zij dacht, oh ja, 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 dat klinkt aannemelijk. En toen begon Himelo ook nog te spreken met haar over reïncarnatie en karma. Want het was een man. Met gevoel voor de vrouw en wat haar bezighoudt. En er ontstond een klik tussen die mensen. En vanaf dat moment is zij dus voor de bijl gegaan. Zij is aanhanger van de SS in zijn meest extreme vorm geworden. En ja, ze uh, heeft toen ook uh, ruzie gekregen met, uh, met Boegman, dus mm -hmm. van die christelijke groep. Ze verweet hem dat hij, dat hij jood was, iets wat de SS waarschijnlijk haar ingefluisterd had. Want was zij al antisemitisch voordat ze in contact kwam met de, met de SS? Of, of is dat aangewakkerd, denk je? Ik denk niet zo dat ze dat van geboorte waren, want haar ouders waren dat niet. Ze uh, is in tegengezet. Amsterdam geboren, ja. dicht uh, bij de jodenbuurt. Uh, maar begin jaren 30 uh, is haar broer... Laurens is al vreselijk uh, antisemiet geworden. En uh, haar ouders zijn lid geworden van de NSB. Mm -hmm. Maar tot een jaar of, of 1935, 1936, toen zijn ze weer uitgegaan en toen is Julia er juist ingegaan. Ze zijn verhaarsd toen naar Middelburg, later naar Rotterdam en Den Haag. En daar heeft zij de Nederlandse. Nationaal-socialistische vrouwenorganisatie opgericht. En dat was en, eigenlijk een ja. beetje een, een handreiking ook naar Himmler, toch? Omdat, ja, uh, ja, ja, want zij was uh, steeds uh, eregast op die uh, partijdagen in Nuremberg van de NSDAP, van Hitler. En daar hadden ze, haar, hadden ze tegen haar gezegd: waarom richt je niet ook in Nederland zo'n uh, vrouwenorganisatie op? Want in Duitsland heeft dat zo'n belangrijke functie. En ze was daar. Zeer geïnspireerd door. Ja. En ze zette zich daar volledig voor in. Reed het hele land door om mensen daar lid van te maken. En vrouwen uit te leggen dat ze zich, dat ze zich aan rassenhygiëne moesten gaan houden. Dat wil zeggen, geen liefde met, de, met mensen die niet van het Arische geslacht zijn. Het zogenaamde Arische geslacht. Dat is iets wat ze ook in haar eigen leven um, tot uiting bracht. Hè? Dat ze ook op zoek was, schrijf je in je boek naar een, een een arische vader, uh, zodat zij in ieder geval uh, die noordelijke geslachtslijn kon doorzetten in de geboorte van een kind. Ja, een belangrijk ja, thema ja, in je boek. Ja, uh, ook. ja, ze is eerst verliefd geworden op uh, Pieter Schouten Herema, dat is die man die later na de oorlog een enorme offshore concern heeft opgericht. Maar uh, dat mislukte, want uh, hij viel op een ander ondertussen. Toen ze al zwanger was. Daar heeft ze een schok van gekregen, denk ik wel. Uh, maar uh, een ogenblik later werd zij door Himmler bevorderd tot directrice van een, uh, een nazischool voor meisjes. Dat moest de vrouwelijke elite van het Derde Rijk worden in Limburg. Mm -hmm. En daar uh, kwam ze op het idee om wel een kind te krijgen. Want dat eerste kind dat is nooit geboren, hè? Scha het eerste kind, dat is, nee, dat is waarschijnlijk een miskraan geweest. Ja. Ja. Maar ze wilde wel graag een kind. Maar ze had het idee gekregen van. Eh, nou ja, het kan eigenlijk wel zonder man. Gek genoeg een soort idee van, van, van bommoeders. Bewust mm -hmm. onge ongehuwde moeder. Maar dan op haar manier dus. Mm -hmm. Lang niet in de feministische. Menie zoals het later gekomen is. Maar uh, ja ze heeft dan daar wel contact gehad met, uh, met een, een Ss'er die daar uh, op bezoek was. Dat is een uh, grandioze ontvangst geweest van, uh, van, uh, van de hoogste Ss'ers en ook router, ook een vriend van, uh, van Julia. Maar ja, uh, ze werd zwanger en zij dacht, nou ja, ik kan wel directrice van deze school blijven en tegelijkertijd hier dat kind opvoeden, waarom niet? Maar dat was ietsje te, te modern voor haar uh, gedacht. Ja, om het huwelijk uh, daarin eigenlijk niet serieus te nemen. Ja, want ja. Dat, dat kon in Nederland echt niet. Nee. En uh, Himmler, een router, die zei tegen haar, dit, dit kan niet. En Himmler die maakte een geheim plan voor haar hoe ze het kind ter wereld zou kunnen brengen in een levensbornheim en dat ze dan later via een omweg dat uh, eigen kind wel weer in Nederland in handen zou krijgen en dat dat allemaal goed zou aflopen. Kijk die, die gedachte dat is uh, een, een, een afschuwelijke super racistische idee geweest van Himmler. Dat was een, een liguber persoon die dacht dat oorlog uh, uh, leidde tot een uh, negatieve mentale selectie van het, uh, van het Duitse volk. Hij zei van ja, uh, door de oorlog gaan de dappere mannen naar het front en die sneuvelen daar. Maar de laffe mannen die blijven thuis bij de kachel, die verbergen zich, die overleven dus... Het karakter van het volk eh, krijgt een negatieve verandering. Dus een, hij, ja, een goede vrouw die zorgt dat, uh, dat ze seksueel contact heeft met een, uh, een man die naar het vond gaat. Want dan uh, overleven die, overleven die uh, dappere karakters. Een soort SS broedplaatsen waren die Lebensbornheim. Ja. En die, die zwangere vrouwen die konden dan naar die levensbornheimen gaan. Ja. Die waren op geheime plekken. En daar kon dan het superras, het superarische ras uh, uit uh, ontstaan. Je schrijft heel cynisch op een, bepaald plek, op een bepaald plek in het boek. De ene locatie uh, gaat uit de schoorsteen, de rook van de untermensch. En iets verderop heb je dan zo'n lebensbornheim waar eigenlijk uh, ja, de übermensch uh, ja. gedragen en gebaard wordt. Ja. Zo, 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 zo zag het gedachteschema van, uh, maar het die, zag er ook van in de. Maar in werkelijkheid eruit. zag het er ook zo uit. Wat? Niet alleen gedachten, maar ook in de werkelijkheid. Hij, hij, hij bracht het dus ook in praktijk. Ja. Inderdaad, ja. 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 ja, het was ongelooflijk. Dus ja, het, het, minder, het zogenaamde minderwaardige ras moest worden opgeruimd. En daar maakte hij een flink begin mee. Tegelijkertijd het, het, het superras, dat moest uitgebroed worden in die Lebensbornheimen. En daar werkte Julia dus aan mee. Ja, die was er vrij enthousiast over. Die als was je, ja, die ja. was jubelend. Ja. En die, die kreeg ook zeer complimentjes van, van Himmler toen ze daarin dat. Heeft uh, zij ooit een affaire gehad met Himmler, denk je? Nou ja, het, het, het was een, 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 een verhouding van wederzijds uh, aangetrokken zijn. Um, maar hoe, dat, hoe ver dat gegaan is, dat, uh, daar ben ik niet bij geweest. Daar ben je ik, ook niet achter gekomen. Nee, ik, nee, nee. nee ik, heb, ik heb Julia wel ja, achtervolgd als het ware. Want ze heeft eigenlijk vanaf het moment dat ze in Duitsland uh, geweest is, dus in 1943, en in dat Levensbornheim, heeft ze een, uh, een nogal verborgen leven geleid. Ze is daar dus gaan wonen. En uh, ja, uh, daar is dan uh, haar zoon ter wereld gekomen. Die moest dus een zoon voor de Führer worden. Hij ja, was ervan overtuigd dat hij admiraal, generaal worden. Die zou aan het front een geweldige rol gaan spelen. Heinrich. Heinrich heette die, naar Heinrich Himmler. Uh, die ook tevens zijn, uh, zijn peetvader was. En hij was ook genoemd. Naar een van de eerste koningen van het Heilige Römische Rijk der Deutsche Nation. Ja, uh, dus veel verwachtingen ten aanzien enorme, van Heinrich? Enorme verwachtingen. Uh, en, en, en een enorme Nazi-lading lag er dus vanaf het begin van het leven uh, op, die, uh, op die jongen, mm -hmm, mm -hmm. die daarmee. Uh, Opgroeide. En uh, Julia, die uh, is uh, vrij kort na zijn geboorte is naar Berlijn gegaan. Himmler heeft haar bevolen om uh, reichsbeauftragte van de SS-Helferinen uh, te worden. Dus een, een, een enorm hoge functie. Maar ze heeft dat uh, geweigerd. Mm -hmm. Dat was uh, eigenlijk een beetje, een beetje vreemd, want dat was heel erg riskant om een bevel van Himmler te weigeren. Mm -hmm. Maar zij dacht, ja, god, ik, uh, ik ben een geliefd persoon. En ik ben, bovendien ben ik een, een nazaad van Karel de Grote. Dat dacht zij ook. Dat was ze van overtuigd. Dus ik, uh, ik kan dat uh, makkelijk weigeren. En uh, dat werkte ook zo, inderdaad. Dus toen heeft Himmler iets anders voor haar bedacht. Ze moest dan uh, directrice worden van, uh, van tehuizen waar... Uh, 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 beschadigde SS'ers konden worden opgevangen. Ja, en dat was, speelde zich allemaal af in Beiren. En toen kwamen de geallieerden, gelukkig, die een einde maakten aan het hele Derde Rijk. Dus toen. Uh, ja, toen was het verhaaltje nog niet uitgeblazen. Nou, zij is wel opgespoord en, 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 en berecht, maar ik vind het allemaal vrij mild hoe zij ervan afgekomen is. Ja, uh, dat vind ik ook. Als je het afzet ja. tegen haar betrokkenheid. Dat is het gewoon schandalig gemiddeld, ja, ja. Ze, ze, heeft ze een is voor en een rechter drie gekomen uh, in, in Dordrecht, maar ze is niet eens voor een echte rechtbank gekomen, maar voor een plaatselijk uh, tribunaal. En uh, ja, daar hebben ze haar dan veroordeeld tot 2,5 jaar uh, kamp. Uh, de rechter die zei: Ja, als een vrouw van uw kaliber aan de goede kant had gestaan, dan was dat een, een, een zegen voor Nederland geweest. Maar ja, zij, zij stond gewoon een beetje te knipbogen naar het publiek, wat er van, uit, uit haar fans bestond. En ze nam het allemaal niet serieus en ze is na een jaartje al uh, vrijgekomen. Met een, uh, met een smoes dat haar kind in Beiren uh, geen geld meer had, terwijl die familie barstte van het geld. En, ook die mensen die haar in Beieren voor die jongen zorgden, die, die, die hadden ook een enorm veel geld. Maar ja, uh, uh, zij was van adel, hè, dus het was echt een uh, geval van, uh, van, van klassejustitie. Ja, Want en... de justitie in Nederland moet begrepen hebben dat het een, een rotsmoes was. Maar ze hebben haar toch uh, vrijgelaten. En daar in Beieren is ze uh, verder gegaan om. Uh, ss'ers die in problemen zaten, en die waren er natuurlijk een heleboel, ja. om die daar op te vangen in een, een villa die uh, ter beschikking was uh, gesteld voor haar. <laughs> op de top van de berg. Daar ben het ik ook ziet er geweest. allemaal heel idyllisch uit uh, op die foto's ook. Uh, ja, het was ook idyllisch. Er werden prachtige concerten gehouden. Herbert muziek. van Karajan, Jan, uh, ook, uh, ook een ex-nazi, uh, die kwam daar ook uh, dirigeren. En ja, um, in 1952 is er een, een medewerker van, uh, van het RIOT op bezoek geweest bij haar. Mm -hmm. En die heeft drie dagen met haar gepraat. En die heeft geconstateerd dat ze eigenlijk wel in wezen wel een goed karakter heeft. En die was langsgegaan omdat ze volgens mij een boek over haar vriendin, dus de vriendin van Julia, Florie Rost van Tonningen, aan het schrijven was? Nee, over Rost van Tonningen zelf. Oh, over de man ja, zelf? Ja. En Daarom bij Julia langs ging. Ja, want, want Julia had ook een verhouding gehad met Ros van Tonningen. Voordat hij niet, met Julia. Ja, niet trouwde. een seksuele verhouding, nee. maar ze was wel verliefd op hem en hij waarschijnlijk ook wel op haar. Maar hij heeft dus tenslotte toch de voorkeur gegeven aan, aan, aan Florie, Ros van Tonningen, die later Ros van Tonningen is geneten, omdat ze blond was ja. en Julia was daarentegen zwart. En. Uh, omdat hij eh, bij de SS een hoge rol wilde gaan spelen, kon hij beter met een vrouw eh, tevoorschijn komen die blond was. Mm -hmm. Het is hem allemaal niet gelukt, want hij had zelf in zijn, in zijn uh, stamboom uh, elementen die de SS niet wenste. Dus die blondheid, dat hielp allemaal niet. Tegen de Joodse genen die er ergens... Ja, de... nou ja, goed. Het, luk, het lukte Ros van Tonningen ook niet. Maar die journalist die was langsgekomen. Maar ja, Julia en... werd dus inderdaad door die medewerkster um, bezocht. En het viel haar dus op dat ze goede karaktereigenschappen had. Dat ze vrijgevig was en dat ze echt uh, oprecht een ideële inzet had voor, voor de maatschappij. Mm -hmm. en, maar ja, dat, dat ze toch gewoon hartstikke fout was. Want ze ging ook nog steeds door om, uh, om nazi's uh, en ex-SS'ers om die uh, te helpen. Ze heeft en, nooit en afstand En dat viel mij op toch? dat die vrouw dat vond. Dat, dat was mij namelijk ook opgevallen. En uh, dat is een van de belangrijkste dingen die ik ervan heb geleerd. Dat iemand met een uh, misschien goed karakter toch uh, een heel erg... Uh, slechte ideologie kan gaan aanhouden als als je niet ja als je niet met de voeten op de grond staat en goed om je heen kijkt wat wat er echt in de realiteit gebeurt want zij was een een heel erg utopistische vrouw zij zag een, een prachtig ideaal voor zich en daar uh, nou, himmler had eraan geappelleerd. en uh, dat zou dan een, 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 een rijk worden van mensen die al, elkaar allemaal uh, hielpen en het zou zuiver en blank en rein zijn. En uh, ja, daar was ze dus helemaal door uh, gecharmeerd en uh, betoverd. Je schrijft in het, in het, in het voorwoord of in de inleiding iets wat me wel fascineert. Je schrijft misschien dat ik in die omstandigheden met mijn idealisme, ik roel van duin, dat ik misschien ook wel ten prooi was gevallen aan dit gedachtegoed. Een soort fantasie heb je daarover ja. die me wel intrigeert. Ja, ja, ik heb me proberen voor te stellen uh, hoe het voor mij was geweest als ik in 1934 daar in Breslau was gekomen bij die uh, bijeenkomst van die uh, SS'ers. En als ik daar dan bijvoorbeeld als jonge TSO was gekomen om de mensen tot de tso te bekeren. En Himmler die had tegen mij gezegd, ja jongen, wat, wat jij voor ogen staat, wat jou voor ogen staat, dat, dat verwezenlijken wij al in de praktijk. En als die mensen um, niet uh, mannen met zwarte uniformen waren geweest, maar beeldschone vrouwen in witte, witte uniformen, dan, dan was ik misschien ook wel uh, voor de bel gegaan voor een tijdje. Voor een tijdje. Ik het, ja, ik, ik zeg erbij, bij voor, voor, uit voorzichtigheid voor een tijdje, omdat ik me er een beetje voor schaam nou ja. die gedachten. Maar uh, ja, uh, uh, zoiets kan gebeuren. In 1934 was er nog niet zo heel, heel erg veel bekend over, die concentratiekampen enzovoort. En um, ja, je kunt dus door een utopisch ideaal worden meegesleurd als je in, uh, in een soort euforie komt te verkeren. Maar jij hebt natuurlijk in, in de jaren 60, 70... heb je, je ook gecommitteerd aan het verwezenlijken van een ideaal. Dus ja. dat is toch een ja. belangrijke overeenkomst. Ja. Ja. In de jaren 30 was het allemaal nog niet zo duidelijk... dat er van die vreselijke kampen zouden komen... met, met uh, allemaal mensen die vermoord zouden worden. Waar, waar hebben mensen de, de afslag naar de hel gemist, denk je? Nou, dat is niet goed op, opgelet hebben. Want kijk... In 1934 kon Julia natuurlijk al lang en breed weten dat het totaal mis was in Duitsland. Want uh, er was al in, in Dachau een concentratiekamp, uh, andere politieke partijen waren uh, verboden, een heleboel mensen waren opgepikt en in, in, in elkaar geslagen. Uh, iemand als zij had dat kunnen weten, want zij was internationaal georiënteerd, uh, ze las kranten. Uh, ze wilde alleen niet zien wat er echt gebeurde. Ze, ja, ze, ze dacht aan de stem van God. En, maar wat er hier op aarde gebeurde, ja, daar had ze niet een scherp oog voor. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het, het, misschien wel het meest intrigerende van dat boek. Hè? Van wat maakt nou dat een intelligente vrouw, goede komaf, scherp, ja. dat die wel die dingen weet, maar ze eigenlijk niet beseft of niet wil zien? Dat zegt ze bijna letterlijk. Ja. ik heb het niet gewoest is natuurlijk echt ook op, op haar van toepassing. Nou, aan het eind van, zijn, van haar leven heeft zij gezegd, ik wist het, maar ik zag het niet. Ja. Is dat niet de betekenis ik het, van zijn. ik heb het niet gewoest, dat je het wel weet, maar dat je het niet ziet? Of is het... Ja, het, het gaat ietsje dieper. Want kijk, aan de ene kant is het natuurlijk een smoes om je ervan af te maken. Ik wist het, maar ik zag het niet. Ja, pech gehad. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo. Je weet het, maar je wilt het niet zien. Je wilt het niet echt tot je door laten dringen. Want ja, zij wisten het natuurlijk. Zij ging om met Himmler, de man die dat allemaal om, om organiseerde. Ze, ja. ze had een vriendin die ook in een van die ghettos in Polen werkte. Dus ze, ze, ze kon niet anders aan toegeven dan dat ze het wist. Maar de vraag is natuurlijk ja, waarom neem je dan niet de verantwoordelijkheid om te erkennen dat je zwaar fout bent geweest, dat je hebt meegewerkt aan een, aan een massamoord? Want ze heeft op grote schaal propaganda gemaakt voor het nazisme door de oprichting van die vrouwenorganisatie in Nederland en later ook nog in Duitsland daarin een rol te spelen. Ja, kijk, met jullie is het zo gegaan dat... Uh, toen zij een jaar of 65 was, dat zij uh, zich steeds meer is gaan interesseren voor spiritualiteit. Ze is een tijdje Hindoe geworden, ze is uh, zelfs bij Bakwan geweest, ze is uh, boeddhiste geworden en ze is verhuisd naar een plaats. Uh, Voelda, dat is tussen Berlijn en uh, Frankfurt in, en daar heeft zij uh, met veel jongere, veel veel jongere mensen een soort club gevormd om samen uh, spiritualiteit te ervaren en te kijken te kijken uh, wat er met de mensen na de dood gebeurt en uh, hoe het leven karmisch samenhangt mm -hmm. en ja. Uh, zij groeide daar helemaal in. Ze uh, had dus ook veel contact met uh, Tibetaanse monniken, die een, uh, een gele huid hebben. Dat vond ze ook allemaal niet zo erg, hè? schrijf je... Schrijf nee, schrijf dat vond zelf. ze helemaal niet erg, dat zocht nee. ze zelfs op. Ja. En ze erkende dus ook dat mensen met een andere huidskleur, dat het zeer verfijnde geesten kunnen zijn. Zo heeft ze dat letterlijk gezegd. Ze was aanhangster geworden van Mahatma Gandhi. Dus geweldloos. Ja. <laughs> dus Zo dat is een verstrekte ja. tegenstelling tot ja. het, tot het ja. nazisme. Ja. Dus geestelijk was ze eigenlijk ontgroeid wat ze had gedaan. Met zoveel uh, inhoud. Met zoveel in, inzet. Maar het is toen die journalist uh, haar in 1990 vroeg. Heb je er dan geen spijt van? Toen zei ze: ja, Waarom zou ik er spijt van hebben? Dat was een vorig leven. En uh, zo, zo gaat het. En uh, ja, ik, uh, ik wist het allemaal wel. Wat er in werkelijkheid gebeurde met die joden en die zigeuner enzovoort. Maar ik zag het niet. Zij, zij kon dus niet zeggen. wat ik zo gehoopt had: dat ze zou zeggen. Ik heb een geweldig grote, grote fout gemaakt. En ik wil nu graag bekennen dat dat zo is. En ik wil de jongeren met wie ik contact heb waarschuwen dat ze zoiets nooit mogen doen. Dan had ze, ja, dan had ze iets goed gemaakt. Maar ja, ik, ik heb dus. Um, haar, haar, haar hele levensweg in, in Duitsland ge, uh, gevolgd en allerlei plekken bezocht waar ze gewoond heeft, en ge, mensen uh, gesproken die haar gekend hebben. Uiteindelijk kwam ik dus in Fulda. Mm -hmm. Ik sprak die jongere mensen uh, die haar heel goed gekend hadden, die, die 10, 20, 25 jaar met haar omgegaan hadden. ook een, mooie, een die... mooi portret uit die tijd: hè? een soort tekening waarbij je eigenlijk een prachtige vrouwenkop ziet. Ja, uit die tijd ja. volgens mij. Ja, een een heel hele spirituele, spirituele vrouw ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar die mensen wisten van niks. Die hadden nooit uh, met haar over haar uh, verleden gepraat. Dus ik vroeg, ja, waarom heb je dat dan niet, waarom je niet gevraagd? Waarom ja. woon je eigenlijk in Duitsland? Of wat heb je dan vroeger gedaan? Dat heb je uitgevroten. Ja, maar ze zeiden, ja, ach, ja, dat was niet het onderwerp. Wij hielden ons bezig met karma en reïncarnatie. En uh, als we bij haar kwamen, dan, uh, dan rook het uh, daar vaak een beetje naar wierook. En er hingen mandala's aan de muur. En het was een beetje schemerig. Uh, wij kwamen in een, in een spirituele narcose En wij vergaten <laughs> aan haar te vragen. Uh, waar ze nu eigenlijk vandaan kwam en hoe het nu eigenlijk zat. En, en ja, we wisten wel dat ze uit Nederland kwam. Maar uh, waarom ze dan hier uh, in Duitsland woonde. Ja, dat. dat dat kwam niet aan de orde. En, hoe en reageerde... heel, heel merkwaardig, want ze hadden dus ook reizen met haar gemaakt naar India en zo. Maar zij had dat van zich afgehouden. En hoe reageerden die mensen toen jij misschien toch uh, aangaf dat het iets minder rooskleurig was, dat verleden dan ze. Ja, ik kwam met de naam Himmler. Ja, dat was haar vriend. Ja, ze waren onthuts natuurlijk. Ja. Ze, ja, ze, ja. En ik zei: Ja, maar stel nu dat uh, Himmler hier zou binnenkomen. en die zou jullie gaan uitleggen over het boeddhisme en zo. Zou hij uh, dan uh, graag les van hem willen hebben? Nou ja, zij, zij lachen natuurlijk en dat <laughs> afwimpelen. Maar ja, dat was, is, is dus wat er ja. in feite uh, gebeurd is. En ook die mensen hadden dus ja, wat meer met de voeten op de grond beter kunnen opletten. Ja, dus die volgende generatie die laat dat eigenlijk ook na, die voeten op de grond. Ja, je moet gewoon heel goed onderzoeken wat er in werkelijkheid aan de hand is en met wie je te maken hebt. Want je schrijft dit boek om de parallellen, vanwege de parallellen ja. die je bespeurt tussen de jaren dertig en tussen nu. Ja. Uh, wat, wat is je idee daarover na het schrijven van dat boek? Nou, dat het dat, dat nu in principe weer kan gebeuren. Ik denk niet dat het fascisme zal terugkeren in de gedaante zoals het toen was, met Hitler-snorretjes uh, met en zwarte uniformen en zo. Maar een vorm van uh, autoritair uh, gezag, uh, onderdrukkende bewegingen, ja, die zijn er in, in het grootste deel van de wereld al uh, de baas ondertussen. Mm -hmm. We moeten Europa daarvoor beschermen. Maar Europa wordt daar heel reëel door bedreigd. En ja, ook mensen met goede karakters. die moeten niet denken dat ze uh, door dat goede karakter wel uh, beschermd worden. Zo is het niet. Maar hoe moet je jezelf beschermen? Ja, door politiek bewustzijn te ontwikkelen. Door je met de realiteit bezig te houden, mm -hmm. te kijken wat er echt gebeurt. En uh, ja, dat zou dus iedereen uh, moeten doen. Op dit moment. Hoe hebben de mensen gereageerd op dit boek? Want het is een onderwerp wat echt een van de taboes is in Nederland, denk ik. Ja. Het uitzoeken ja. van ons ja. natieverleden, wat we ook hebben. Ja, kijk, ik, ik, uh, ik heb over het algemeen uh, heel goede recensies gehad mm -hmm. tot nu toe. Eh, uh, Historici zijn uh, opgewonden dat ik uh, veel heb uh, blootgelegd van wat niet bekend was. Want ik, ik heb als een, als, een, als een bezeten achter de archieven aangegaan. En met pitbull door vrienden, Duitsland. Uh, ja, en uh, met familieleden gepraat en met vrienden en bekenden enzovoort. Uh, ik heb heel veel boven water gekregen. En uh, ja, tot voor kort werd altijd gedacht dat Florie Ros van Tonningen eigenlijk de... Uh, ...nationaal-socialistische vrouw in Nederland was. Maar deze... Julia, jou op de Noord was, was veel creatiever en veel uh, actiever geweest. Mm -hmm. Dus dat. Uh, dat is goed, dat, dat wordt zeer gewaardeerd dat ik dat heb gedaan. En men, mensen nodigen mij ook uit om uh, er lezingen over te komen geven. Er uh, is dus alleen iets wat uh, sommige recensenten stoort. En dat is namelijk dat ik geprobeerd heb om mij ook persoonlijk in te leven en een soort spiegelbeeld te schrijven. Uh, van uh, mijn, mijn eigen utopisme in vergelijking met het hare. Mm -hmm. Maar ik denk dat het toch goed is dat ik dat gedaan heb, omdat het juist belangrijk is uh, om uh, iemand te doorgronden door je eventjes te identificeren met die persoon en jezelf te vergelijken en niet. Een soort van quasi-objectieve buitenstaander te, te, te blijven. Want dat, ja, dat werkt niet echt. Nou ja, ik vind dat ook wel eigenlijk persoonlijk een van de sterke kanten van het boek: hè? dat jij natuurlijk als utopist kennis gaat maken met een vrouw die dat, dat hogere ja. ook nastreeft, ja, ja, maar dan ja. voor een hele andere zaak. Ja, 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 ja. ja. Is het een hele andere zaak? Dat is een moeilijke vraag misschien. Maar... Het is een tegenovergestelde zaak, natuurlijk. Het ligt aan Mijn, mijn utopisme, je... het maken van een, een ecologische, uh, uh, solidaire maatschappij, wat ik heb nagestreefd met Provo en met de Kabouters en later met de Groene Beweging, uh, dat is, ja, dat is het tegenovergestelde van, uh, van het nazisme, dat gebaseerd is op uh, geweld en racisme. En, en, en oorlog en vernietiging van, van, van mensen. Um, dus het is tegenovergesteld. Maar er is toch één overeenkomst, namelijk dat je um, een, een ver gezicht hebt uh, waardoor je uh, soms vergeet wat er in, in de realiteit uh, gaande is. En, en Julia Opteneur deed daar dus heel erg aan. Niet kijk, onder maar aan, want ja, ze heeft er zelf geen last van gehad. Ja, ja kijk, ik, uh, nee, ze heeft er zelf helemaal geen last gehad van. Want zij, um, zij had een enorme trots. En zij, zij dacht, nou ja, ik streef het goede na, dus dat wat ik doe, is het goede. Ze had uh, geen zelf, zelf twijfel, zelfkritiek, uh, ontbrak haar. En ze. Ze ident wilden zich ook niet identificeren zich met, met tegenstanders of met slachtoffers. He, de joden die eraan kapot gingen, of de, de, de tegenstanders van het nazisme, ja, die, die kregen hun verdiende loon. Dacht zij, uh, hadden ze maar niet zo'n mooi ideaal in de weg moeten staan. Nou wat ik, wat ik heel opvallend vind, is dat, dat zij, tenminste, hoe jij haar beschrijft, nooit geplaagd wordt door twijfel. Nee. En dan zie je toch hoe twijfel, hoe belangrijk dat is. Ja, zelf twijfel is elementair inderdaad. Ja. Ja. En voordat we gaan afronden moeten we het u toch nog even over haar zoon hebben. Want die, ja. werd, um, ja. die werd voortgebracht om, om een soort grote ja. Duitse strijder. Ja. Ja. Maar die is toch niet heel gunstig aan zijn einde gekomen. <laughs> nee, nee, hij, uh, hij, hij is alle een admiraal geworden. Hij is eventjes in de reclame gegaan, maar... Hij ging al snel aan de drugs. Want hij had een groot probleem met zijn moeder. Zijn moeder wilde hem niet zeggen wie nu eigenlijk zijn vader was. Zijn moeder hield hem voor dat het, dat het uh, ja, mannen waren met, uh, met wie zij uh, later iets kreeg. Ze is ook nog even getrouwd en dan zei ze: Ja, hij is je vader. Maar uh, dat werkte niet. En hij uh, kwam erg in onzekerheid wie nu eigenlijk zijn vader was. Bovendien zeiden er heel veel mensen. Uh, ja, waarschijnlijk is het Himmler geweest. Hij las het soms ook gewoon in de krant van uh, Julia op de Noord heeft een zoon die, de, uh, die verwekt is door uh, Heinrich Himmler. En dat maakte hem depressief. Op een dag is hij uh, in een flat in Frankfurt uh, gevonden op een zolderverdieping met een, uh, een, in, 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 in een, in een lijk dat al helemaal uh, vergaan was. Uh, Waarbij de buren op de stank afkwamen. Dus ja, ja. heel akelig. Ja, de politie die, die ja. daar naar binnen. En die zag een lijk naar de televisie zitten kijken. En het is niet helemaal duidelijk waar hij aan overleden is. De politie houdt erop dat hij uh, dat teveel uh, drugs, alcohol uh, en ook uh, sigaretten gebruikt heeft. Um, ja... Ik, kon, ik, las, ik kreeg een schok toen ik de datum las in dat politierapport. wat ik in handen heb gekregen. Op de datum van zijn overlijden, eind mei. Dat is namelijk dezelfde als de datum waarop Himmler zelfmoord heeft gepleegd. Die zijn, zijn peetvader was en die steeds als een wolk over hem heen hing. En het was niet alleen dezelfde datum, het was ook in hetzelfde levensjaar. Ze waren allebei 44. En. En allebei op 24 mei waren ze om het leven gekomen, hem dus door, door zelfmoord, dat weten we zeker. En uh, Heinrich, de zoon van Julia, mogelijk ook, maar dat is niet bewezen nog. Uh, in elk geval zou je kunnen zeggen dat er een ja, dat dat er toch een soort van van lotsverbondenheid is geweest doordat. Uh, Heinrich uh, misschien heeft gedacht, ja, ik moet zijn voor voorbeeld maar volgen. En dan maar in de dood als het verder qua leven. Ja, ja hij, hij moet er vreselijk aan toe zijn geweest. Geestelijk. En hij had ook een conflict met zijn moeder. Uh, over, over ja, het geheim van zijn vader. Want Julia zei: Nee, die, die vader. dat is een, een man van de SS uit Berlijn geweest. die er al lang niet meer is. Maar dat was een onaannemelijk verhaal. Ik heb uitgevogeld. wie dan wel zijn echte vader is geweest. Namelijk een Nederlandse ss ja. Ja. die. Uh, toen zij directrice was van die nazischool voor meisjes. bij haar op bezoek is geweest. En. Uh, ja, Julia die heeft hem. Um, verleid en de volgende dag heeft ze tegen hem gezegd ga maar weg want ik heb je niet meer nodig en die man die heeft uh, uh, meer dan een jaar lang haar gestalkt en ik denk ook dat hij te weten is gekomen is dat ze zwaar is van hem is uh, ge geweest uh, want hij hield niet op mm -hmm. en hij schreef brieven naar Rauter en tenslotte naar Himmler zelfs uh, dat ze met hem moest trouwen want uh, ze was in verwachting en ze, en ze ja een, een, een vrouw van haar status het grote voorbeeld voor de ss-vrouw die kon toch niet anders doen dat wanneer ze eenmaal liefde had gehad met een man dan dat ze dan ook met hem trouwde nou ja in elk geval uh, 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 ik heb een foto van die van die man ge, gevonden tromp en uh, die naast de die van uh, Heinrich gelegd, de zoon. En ja, die lijken als twee druppels water op elkaar. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dat, dat overtuigt mij wel. Ik vind het een fascinerend boek. Ik wil iedereen ook aanraden om het uh, te lezen. Ik uh, ga het toch nog heel eventjes in beeld houden. Dan uh, is het ook duidelijk. Een zoon voor de führer De Natie-Utopie van Julia op de Noord door Roel van Duin. Um, ik wil je heel erg danken voor je komst en voor dit uh, hele bijzondere boek. Dank je wel. Ja, graag gedaan, Esther.